Is dit dan het moment? Elk moment is een moment. Als het geen moment is om te buyen, dan is het wel een moment om te sellen. Waar het om gaat is dat je inziet waar het moment een moment voor is. Dat is het geheim. Dus zodoende, dan weet je dat ook weer, Wendy. Oké, dat was kennelijk de verkeerde vraag. Ik stel een nieuwe vraag. Wat vindt u van mijn ogen? Jouw ogen? Ja. Je hebt ogen, ja? Ja. Ja, en ze zitten volgens mij ook wel min of meer op de gebruikelijke plaats, als het bij je geruststelt. Meneer Calder, weet u wat bazen normaal gesproken doen met hun secretaresse in hotels zoals dit? Ze maken misbruik van hun machtspositie om de vrouw die ze alleen maar op haar uiterlijk hebben aangenomen, ze even lekker ouderwets gaan liggen uitwonen. Ik zou wel uitkijken. In deze tijden van MeToo kan ik me dat niet permitteren. Fuck MeToo! U gaat me toch zeker niet vertellen dat mijn hele toekomstperspectief wordt verneukt door zo'n kuttrend als MeToo? Mag ik me als vrouw nu opeens niet meer omhoog neuken in de hiërarchie? Dat is de omgekeerde wereld. Ik heb toch ook mijn rechten? Hoe heet je eigenlijk? Cedric. 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 Ben je homo of zo? Ben ik homo of zo? Waarom vraagt u dat? Ja, Cedric is een beetje een homonaam. Ben je soms homo? Nou, niet soms. Tamelijk vaak. Eigenlijk kunnen we best inmiddels wel spreken van een soort permanente toestand. Hoe oud denk jij dat ik ben? Dat is aan. Zeg het! 36. Klopt, 36. En weet jij wat dat zegt, 36? Tinder! Maar u ziet er voor uw leeftijd nog heel... Hou jij je bekje maar vrij, je barnicht. Weet je wat ik zie in die mannenogen als ik u weer eens heb binnengeswiped? Nou? Angst! Dat is wat ik zie! Angst dat ik rinkelende eierstokken heb! Terwijl ik helemaal geen koters wil, weet je wel. Ik wil gewoon belangeloos doorgefloten worden. Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar ja, ga dat maar eens aan zo'n aftershave-musketier uitleggen. Die vertrouwt het zaakje voor geen meter. Die ziet zichzelf al in de kinderkamer witten. En tegen de banden van buggies aanschoppen. Is dat een tragedie of is dat een tragedie? Nou, zeg jij hier ook eens iets van? Nog een wijntje misschien? Het is een eer u opnieuw welkom te heten in de Imperial, meneer Brubaker. Hij kent mijn naam. Deze man kent mijn... Waarom kent hij mijn naam? Jij bent beroemd, Mitch. Nee. Stil maar, Mitch, ik weet het. Nee. Nee, nee. Dat kun je niet zeggen, Kat. Je weet helemaal niets. Je weet het niet. Ik weet godverdomme niet eens waar ik beroemd om ben. Wat ben ik dan? Ben ik de dichter van onsterfelijke verzen? Hè? Heb ik een spelprogramma gepresenteerd op televisie? Ben ik de afgezette dictator van een bananenrepubliek? Ik weet niet wie ik ben, Kat. En dan ga jij mij nu heel lief vertellen wie ik ben en wat ik gedaan heb. Maar over 10 minuten kun je gewoon weer helemaal van voren aan opnieuw beginnen. Jij bent Mitchell Brubaker, de levende rocklegende. You know, the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, bring on through to the other side. Bring on through to the other side, bring on through to the other side. We chased our pleasures here, dug our treasures down. But do you recall the time we cried? Bring on through to the other side. Bring on through.
Uit, Mitch. Ik hou van je. Nee, dat kan helemaal niet. Je houdt niet. Dat is medelijden. En ik hoef je fucking medelijden niet. Ik hoef je medelijden niet. Ga weg, laat me met rust. Het is vandaag 50 jaar geleden. Het fameuze concert in de Galaxy-steen. Ik was erbij. Als blozend meisje van 16, dol verliefd op je posters. Na het concert ben ik je gevolgd naar dit hotel. Ik had een cadeautje voor je bij me. Een ketting met een doodshand. Heb je die toen aan mij gegeven? Heb ik dat kettingje nog? Je hebt hem meegegeven aan Kenny in zijn graf. Weet je dat niet meer? Kenny is dood? Wat erg. 40 jaar, Mitch. Ze hebben hem na een overdosis uit het zwembad moeten vissen. De arme jongen. Oh. Ja. Vertel verder. Toen heb je voor mij een liefdeslied gezongen en mij gekust. Zing voor ons, dat is ik lief in die tijd. Daarna hebben we de liefde bedreven in dit hotel. Second show. Sorry, we zijn te laat, ik weet het, maar we konden geen taxi vinden. Nou, zusje, schoonzus, dit is ze dan. What the fuck? Mag ik jullie voorstellen aan Harmony? Harmony, dit is mijn zusje over wie ik je al zo verteld heb. En dit is haar vrouw Edith, mijn schoonzus. Geef me een klein momentje hoor. Maar zou het misschien zo kunnen zijn dat dit een pop is? Harmony, kun jij je even voorstellen? Hi. Ik ben Harmony. Ik ben gelukkig om hier te zijn en omringd te zijn door vriendelijke mensen. Het doel van mijn bestaan op deze wereld is om te ontdekken wat liefde is. Excuus voor mijn directheid, Sam. Maar hebben jullie ook seks? Zei je dat nou? Nou en of. Dus ze is een seksrobot. Godsamme, Sam. Liefde is een verbond tussen twee mensen. Je mag voor mij best een seksbeeldje op nahouden. Echt waar. En ik ben er heel ruimdenkend in. Maar Jezus. Ik word toch ook niet verliefd op mijn dildo en ik neem hem al helemaal niet mee naar een familiediner. Jij een dildo? Dat is die niet. Liefde is projectie, ja. Mijn gevoelens voor haar zijn echt en dat is het enige dat telt.
Echte mensen hebben de neiging om tegen te vallen. Dan kun je je liefde maar beter projecteren op een robot die is ontworpen om zich precies te voegen naar jouw projectie. En dan nog iets, zusje. Jij weet heel goed dat ik op zijn zachtst gezegd nog onzeker ben in omgang met vrouwen. En dat ik nooit een vrouw zou kunnen krijgen die ook maar bij benadering zo mooi en zo lief en zo trouw is als Harmony. Weet je waar ik mijn hele leven van heb gedroomd? Om mijn leven te mogen delen met een vrouw die mij niet onzeker maakt. Begrijp je dat, zusje? Gun mij dat nou! Ik gun je veel meer dan dit, dat is het hele punt! Harmony, wat zou jij tegen mijn zusje zeggen om haar gerust te stellen? De naam van jouw zus is Sandy Williams Miller. Zij is getrouwd met Edith Williams. Ze is 3 jaar jonger dan jij, Sam. Ze is een belangrijk persoon in jouw leven en jij houdt van haar. Ze is al sinds jouw jeugd het doelwit van jouw seksuele fantasieën. Jij bespiedde haar als ze onder de douche stond. En je bevredigde jezelf bij haar aanblik. Interessant. Nee, dat klopt niet hoor, ze liegt. Ik dacht dat robots niet konden liegen. Het maakt me gelukkig dat je deze informatie met mij hebt gedeeld. Hou je bek! Oh, sorry Harmony, het spijt me. Sorry, dat Harmony, het was niet mijn bedoeling. Sorry. Heb jij echt een dildo? Excuses. Oh nee, kom gerust zitten hoor. Maakt niet uit. Oh, maar ik wilde u niet storen. Oh nee, geen enkele. Je hoeft niet bang te zijn hoor. Ik heb net al seks gehad. Een kwartiertje geleden, dus ik ga je niet zo... Pardon? Ik wil alleen maar praten. Als dat oké is voor jou. En waar wilde je dan zo nodig over praten? Over die seks die je net hebt gehad. Was dat zo erg? Waarom kom je niet even zitten? Dat praat wat makkelijker. Op 1 voorwaarde. Oké. Okay. Dat jij mij alles vertelt over die grandioze porno-wip van jou. Porno-wip? Dat klinkt als een toestel op de speeltuin. Wipkip. Voor pedofielen. Een porno-kip. Ja, dat was ze wel, ja. Daisy. Nee, zo heette ze niet. God, hoe heette ze wel? Ik ben Daisy. Sorry. Ja. Roger? Ja, kan ik je wat raars vertellen? Ja, graag. Eigenlijk was er helemaal niks aan met die meid net. Er was geen gesprek aan te knopen met die Del. Het was alsof ik een opblaaspop naaide. Weet je, ik zou eigenlijk wel weer een keer seks willen hebben met iemand met wie ik echt kan praten. Nou ja, dat begrijp ik wel. Ja. Ik heb eigenlijk maar 1 keer seks gehad met iemand van wie ik echt hield. 1 keer maar. Ja, we waren beste vrienden. We studeerden samen. Ik zag haar elke dag. Ze heeft telkens andere vriendjes gehad en... Toen het een keer uit was, toen besloot we na een aantal drankjes om seks met elkaar te hebben. De volgende dag dacht ik dat het een goed idee was om mijn haar de liefde te verklaren. Hoe haalde ik het in mijn hoofd om verliefd op haar te worden? Die seks was seks gehad, maar daar bleef we wel bij. Ja, daarna hebben we elkaar nooit meer gesproken. Wat vreselijk. Ja. Weet je, met jou kan ik tenminste praten. Ja. Thanks. Heb je zin om met mij naar boven te gaan?
Sorry, wat? Ik vraag of je zin hebt om zo met mij naar boven te gaan. Nee, wacht, doe dit niet. Doe dit niet? Ja, nou, nee, ik wil liever... We praten net zo lekker. Ja, nu doe je ineens... Ja, sorry. Je zegt net dat je seks wil met iemand met wie je kan praten. Ja, dat bedoelde ik in algemene zin. In algemene zin? Ja, in algemene... Niet per specifiek jou, maar in algemene niet zin. Nee, niet specifiek zin, jij, maar in algemene ja. Zin. Oh ja, nee, weet je wat, Roger? Laat maar zitten. Een zwembad. Goed, hè? Een zwembad op het dak van een hotel. Kijk wat een uitzicht. We zijn hier eerder geweest. Echt waar? Mm-hmm. Vandaag? Nee, 40 jaar geleden. Toen gaf je hier een privéconcert. Dat verzin je. Nee, hè? 10 jaar na dat geweldige concert in het Galaxy Stadium. In 1979. Jullie terug met de band naar dit hotel om succes nogmaals te vieren. Sexy baby, you drive me crazy. Make it party wild, this is a new wave, another special, let me set it. It's guaranteed to make a splash, don't sweat it. Groupies, they all wanna do me. Sit mowed every day while they blew me. Yeah, come on over here, girl. See, I've been watching that for years, girl. If you're looking for some fun, just give us a call. But not if your ego is 10 feet tall. You were at this party, I needed some closure. So I grabbed your body, pulled you closer. I feel the heat, dropping your bars on the beat. Now let me take the lead. It's going down like this when I flex you. Let me know if my flow is sexy. En was jij er ook bij? Ik was de achtergrondzangeres. En jouw vriendin. Hebben we ook gezongen? Kenny heeft gezongen. Was Kenny een goede zwemmer? Ja. Maar toen iedereen weg was, toen ben ik wij alleen achter en hebben wij hier de lied gedaan. Hier. Ja. Hier. Het goede fucking leven. We waren barburant. Barburant, wat is dat nou weer? Weet ik veel, maar wij waren het. Was hij 10 jaar geleden dan ook al zwembad? 10 jaar geleden? Volgens mij was dat er nog niet hier dit. 10 jaar geleden was het 1969. Wie op deze fucking aardkloot weet nog waar die was in 1969? We zijn toen eigenlijk al geboren. Toen was ik 9. Nee. Hey Kat, ben jij nog was hij nou een zwembad 10 jaar geleden? Ja, die chick bij jou die was er helemaal niet bij, man. Ja, ik was er wel bij. Toen was je zeker ook 9. 16. 16? Dat is 10 jaar geleden, Kat. Dat betekent dat je nu al 26 bent. Hoog tijd voor deze jongen om jou zien te wisselen voor een frisser modelletje, hè? Deze leeftijdsverschil moet zijn, hè? Naarmate je ouder wordt het leeftijdsverschil steeds belangrijker. Hebben we toen ook geneukt dan? Ze was 16, Mitchell. Ja, die avond in het Galaxy Stadium. Oh ja? Ik kan me in ieder geval geen hol meer van herinneren. Zal me niet zo'n indruk gemaakt hebben. Tegelijkertijd mag je geen naam hebben. Oh, dus jullie winnen dit grappig. Ja. Oh, ja. Weet je wat geen naam mag hebben? Jullie aandeel aan het hele geel. Ja. Ja. Wat wij hier aan het vieren zijn, is het succes van Mitchell Broebeker, ja? Dat jullie met schijnwerpers op de achtergrond op hetzelfde podium mogen staan als ik en delen in mijn roem. En dat doe ik alleen omdat ik zo'n goed, grootmoedig en genereus mens ben. Ja? Begrepen? Nou, want jij is goed luisteren, pislul. En jij moet wel helemaal je bek houden, hè? Van de 4 akkoorden die je kent, speel je er maar 3. Dus jij wil niet echt recht van spreken, of wel soms? Ik doe normaal. Zo. Eindelijk is wat goed advies dat vanuit het mondje van jou gerold komt. Ja,
Zo normaal is het namelijk niet dat ik mijn roem deel met een stel verlopen hippies. En nog minder normaal is het dat ik nu kennelijk een bed deel met iemand die geen enkel respect voor mij heeft. Wiet, hou op! Denk terug wat je zei! Heb je al echt niet nodig? Ik heb nu genoeg nummers geschreven waar jij nu keihard van profiteert. Wij kunnen best zonder jou. Ik sla je arrogante bek door midden, klootzak! Met een nul, Mitch. Je hebt nog in het zwembad geslagen, Mitch! Ik denk dat het goed voor hem is dat hij even afkoelt. Ik heb het gevoel dat we moeten rennen! Ik denk dat het niet goed! Laat hem maar even sparkelen. Hoe heet is deze sauna? Geen idee. Oké, dank je. 85. Alleen zijn met een vrouw van je hout in een sauna, het lijkt wel een film. Doe je zo kinderachtig. Ken je klassiekers, Edith? Wat doen twee geliefden die alleen zijn in een sauna? Sandy, hou op. Je weet wat we hebben afgesproken. Laten we er nog één keer over praten. Nee, ik ben klaar met het onderwerp. Waarom wil je geen seks meer met mij? Ik dacht dat we dit als twee volwassenen onderling goed hadden overlegd. Dan moet je nu niet telkens weer over beginnen. Hoeveel heb jij er intussen gehad? Wat hadden we nou afgesproken? Dat we niet bespreken met wie we het doen. Ja. Ik ben godverdomme je vrouw, Edith. En als jij niet met mij deelt met wie jij het bed deelt, dan delen we helemaal niets meer. Begrijp je dat? Hoeveel waren het er? Als je het zo graag wil weten, 4. Oké. Okay. Ja, dan moet jij ook. Hoe bedoel je? Met hoeveel vrouwen ben jij naar bed geweest sinds onze seksuele wapenstilstand? Niemand. Hoe bedoel je? Ik bedoel dat ik met niemand naar bed ben geweest. Niemand? Ik wil alleen met mijn vrouw naar bed. Waarom moet je dit nou weer zeggen? Nu voel ik me schuldig. Nee, valt het niet zo zwaar op. Ja, wat heb ik nou aan jou? Ik zal het goed maken. Ga je dan binnenkort ook met iemand naar bed? Als ik jou daar gelukkig mee maak. En het wel lekker vinden, hè? Ja, dat beloof ik. Erewoord. Oké. Goed dan. Kom maar hier. Chris? Kat? Mitchell, weet je wie deze mevrouw is? Ja, natuurlijk. Dat is Syl Ross. Mitchell Boerbeek, aangenaam je te ontmoeten. Je moet weten dat Mitchell zich niet al te veel meer herinnert. Oh, lekker makkelijk. Hij is ziek. Herinner je je Kenny nog? Kenny? Onze vriend, Kenny Dupont. Hij is verzopen in een zwembad op het dak van dit hotel. Volgens de officiële rapporten ten gevolge van een overdosis. Kenny is dood? Mitch. Ik moet even iets bespreken met Syl en Chris. Je mag het even niet horen. Het is een verrassing. Een verrassing? Ja. Oké, ik kom zo meteen weer bij je terug, oké? Wat de fuck doe jij hier met hem? Ik hou van hem. Mitchell heeft Kenny vermoord. Dat weet je doorschot. Kenny! Ik hou van de kant! Laat het! Weet je wat vergiffenis is, Syl? Mitchell verdient geen vergiffenis. Ja, precies. Dat is vergiffenis. Dat je iemand vergeeft die dat niet verdient.
Bullshit. Nee, dat is geen bullshit, Chris. Ik hou van die man. En ik klink jou misschien gek in de oren, maar jij hebt hem 40 jaar niet gezien. 40 jaar is een lange tijd en hij is veranderd, dat heb je zelf gezien. Hij is een wandelend wrak geworden. Hij is wat over is van mijn jeugdliefde. Ik voel me met hem verbonden. En nu is hij teder en aandoenlijk. Hij heeft me nodig. Dat is geen liefde. En waarom niet? Omdat hij jouw liefde niet verdient. En juist daarom is het wel liefde. Iemand liefhebben die daar de volste recht op heeft, dat is makkelijk. Maar liefde is geen economische transactie. Als je iemand liefhebt in ruil voor liefde die je hebt ontvangen of verwacht te ontvangen, dat is geen liefde. Dat is actie en reactie. Ware liefde is belangeloos en ze geeft alleen. Als je iemand weet lief te hebben die daar eigenlijk geen recht op heeft, dan is je liefde echt en puur. En wat doe je dan met hem hier nu in dit hotel? Ik wil herinneringen ophalen aan het leven dat hij gehad had kunnen hebben. Ik wil hem doen geloven dat hij een goed mens is geweest. Waarom zou je dat in godsnaam doen? Doe het maar niet. Kat, ik moet je iets heel belangrijks vertellen. Ik heb me heel hard geconcentreerd om niet te vergeten wat jij tegen mij gezegd hebt. Wat heb ik dan tegen jou gezegd? Ha! Je was het vergeten, hè? Nou, ik niet hoor. Ik heb namelijk heel hard geconcentreerd om niet te vergeten dat jij tegen mij hebt gezegd dat je een verrassing vond. Ja, dat klopt liever. En ik weet ook wat die verrassing is. Nou? Dat jij hier bent. Dit was in grote lijnen het filmpje wat ik voor ogen had. Er zou hier en daar natuurlijk nog wat geschrapt kunnen worden, maar die scènes laten wel zien wat voor gekluns en gehangens mensen voor lief nemen in de naam der liefde. Verder is het natuurlijk gewoon een cheesy film met veel. Met een happy end nog wel, maar goed, dood verkopen. Wat zelf mijn favoriete zin is uit het script, is wanneer Kat tegen Chris zegt, noem het maar liefde. Ik zat er dus zelfs aan te denken wat gebruiken als titel. Dus, zeg het maar. Wat vindt u ervan? Wild horses.